De bond bij de energiebedrijven Suriname EBS is in beraad omdat onderhandelingen met de directie zijn vastgelopen. Bondsvoorzitter Steve Geerling zegt aan onze redactie dat het personeel niet werkt totdat de regering de onderhandelingen over de eisen van de bond weer oppakt. De vakorganisatie wil dat de nieuwe loonreeksen van het personeel worden geïmplementeerd. De bedoeling is dat wij van de regering houden wanneer we kunnen starten. Dan kunnen we later bekijken wat de beraad in de toekomst dat gaat zijn. We gaan ervan uit dus dat er ontevredenheid is. Waarover gaat het precies? Is er een wensenpakket aan gekoppeld? De ontevredenheid bij de EWS is behoorlijk groot. Je moet rekening houden. We komen soms onnodig in de publiciteit van malversaties. We hebben ook vanuit de bond een brief verstuurd naar de directie. En die heeft aangegeven dat er niks aan de hand is. Wij werken hier behoorlijk hard voor een mindere loon dat wij ontvangen ten opzichte van de overige grote staatsbedrijven. We doen hier specialistisch werk. En om te ophouden dat de politiek te veel bemoeit met het bedrijf. Vandaar dat wij nu in beraad zijn hier zo. Geerling zegt verder dat het totale personeel ontevreden is over hun tegemoetkoming. Het beraad houdt in dat het personeel geen diensten verleent. Alleen de beveiliging en de storingsdienst hebben dispensatie. De storingsdienst rukt echter alleen uit bij brand- en aanrijdingen. We werken nu op basis van een loonstructuur waar IBS ten opzichte van staatsolie, Stillesuur, Krasalco, alle staatsbedrijven minder is in bezoldiging. Je moet rekening houden, we werken hier behoorlijk hard. En ook vanuit de IBS is het ook zo dat de contracten hier gemaakt is waar gelden van het bedrijf naar derde gaan. Je moet rekening houden, er is een overeenkomst getekend in 2013 tussen de overheid en de SPCS, de staatsolie. EBS en staatsolie zijn bedrijven van de samenleving. En alles, en ik heb niks met de werknemers van staatsolie, maar alles van de staatsolie werknemer, van de staatsolie is ja en bij de EBS is nee. Geerling schreef verder aan dat ten aanzien van het nieuws dat RVC-leden betrokken zijn bij, of betrokken zouden zijn bij malversaties, de bond het onderzoek van justitie afwacht alvorens een reactie te geven. De vakbondsman zegt dat in geval het blijkt dat personen binnen de EBS zich schuldig maken aan strafbare handelingen, die gewoon moeten worden gestraft. In verband met de actie zegt de EBS in een bekendmaking dat alleen de incassokantoren naar de Noorderkerkstraat, Zorg en Hoop en Latour open zijn voor betalingen. Verder is de gasdienstverlening beperkt tot bulkgaslevering en storingen is het klantenservice nummer 175 normaal bereikbaar voor het opgeven van storingen. In de bekendmaking zegt het bedrijf te hopen gauw weer over te kunnen gaan tot de normalisering van de dienstverlening.